Op Power of the Plots, de opening van de maand van het Spannenboek, werd ook dit jaar weer de Gouden Strop uitgereikt. De Gouden Strop is de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. Juryvoorzitter Koos Postema reikte de prijs van 10.000 euro uit in de Melkweg in Amsterdam. Hij, want het is een man, schrijft in een prachtige stijl die ons dwingt door te lezen. Hij weet van een rechercheur een seriemoordenaar te maken die op de sympathie van de lezer kan rekenen. Tot aan het schurende einde waarmee de auteur niet alleen de hoofdpersoon, maar ook de lezer prachtig met beide benen op de grond zet. De Gouden Strop 2010, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek, gaat naar de minzame moordenaar. De Vlaming Bram de Hoek won nog geen half uur daarvoor ook de Schaduwprijs. Een prijs voor het beste Nederlandstalige thrillerdebuut. Ik was eigenlijk al blij dat ik in de schaduw stond met de Schaduwprijs. Ik vind het eigenlijk een mooie plaats om je carrière in te beginnen. Dat je wat op je gemak kan beginnen ermee. Dat je ook niet direct in de zon moet. Maar nu word ik toch zo'n beetje door Koos Postema en de jury van de Gouden Strop in het zonnetje geduwd. Je staat eigenlijk in je eigen schaduw nu, heel gek. Ja, ik weet niet meer precies waar ik sta eigenlijk op het moment. De hele maand juni staat nog in het teken van spannende boeken. Met als thema dit jaar Scandinavische thrillers.